10 interviewvragen. Die mag jij bedenken. Jij mag 10 vragen bedenken voor een interview. Geen nood, je hoeft niet echt iemand te interviewen. Maar de 10 vragen moet je wel bedenken. Maar aan wie zou je dan die vragen moeten stellen? Nou, stel je eens voor dat je een nieuwe jongen in de klas krijgt. En deze jongen die zit in een rolstoel. Hij kan dus niet makkelijk meedoen met gymnastiek en dat wordt wel een beetje wennen. Nou is jou gevraagd om voor de schoolkrant een interview met deze jongen te houden. Ja, dan moet je dus wel even goed voorbereiden en weten welke vragen je van tevoren gaat stellen. En natuurlijk stel je dan open vragen en geen gesloten vragen. Weet je het verschil? Een open vraag is een vraag waarop iemand moet antwoorden met een kort verhaaltje. Bij een gesloten vraag kan iemand antwoorden met ja of nee of mooi of één kort woordje. En voor een interview heb je open vragen nodig. Heb je verhaaltjes nodig, want dat maakt het veel makkelijker voor jou om uiteindelijk daar een interview van te schrijven. Een paar voorbeelden van open vragen. Wat mis je het meeste en waarom? Daar kan hij alleen maar op antwoorden met een kort verhaaltje. Hoe krijg jij je schoenveters vast? Met ja en nee kan hij hier geen antwoord op geven. Ook hier moet weer een verhaaltje worden verteld. Hoe doe jij je boodschappen? Ook dat is een uitnodiging om eens even wat te vertellen. Maak er eens een klein verhaaltje van. Een gesloten vraag, en dit zijn dus de vragen die je niet mag stellen, dat is, vind jij een rolstoel mooi? Ja. Zit je op een leuke school? Ja. Kan je ook zwemmen? Nee. Dat zijn vragen waar je niks mee kunt in een interview. Hoe moet je nou een verhaaltje maken met alleen maar ja, ja en nee? Dat lukt nooit. Hoe pak je dit aan? Je werkvolgorde is als volgt. Bedenk tenminste 10 open vragen. Meer mag. Schrijf ze met de computer, dus werk ze even netjes uit. Geef ze ook een nummer. En een nummer zet je natuurlijk altijd voor de vraag. Nummers 1 tot en met 10. Of meer natuurlijk als je dat leuk vindt. Controleer je vragen op spelling, op hoofdletters en punten. Ook een vraag is een zin. En begint met een hoofdletter en eindigt vaak, ja, niet met een punt, maar met een vraagteken natuurlijk. Lever dan de 10 open vragen in en zorg ervoor dat je naam op het papier staat. En dan ben je klaar. Heel veel succes met het bedenken van jouw 10 interviewvragen.